Nou, weer lekker scherp. Even kijken. Hallo, camera. Oh ja, daar komt ie. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik raak de dagen nog steeds helemaal kwijt. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik heb mijn haar een beetje gedaan, even een kleine slag in en gesteld. Jurk van Envy, sandalen edited. En ik moet alleen nog even oorbellen zoeken. Ik heb vanochtend heel veel opgeruimd. Ik heb het glas klaargezet, dat gaan we zo wegbrengen. Ik heb nog wat dingen die ik weg moet brengen, zo. Textiel die in de bak moet, noem het maar op. Dus dat gaan we wegbrengen, dan doen we boodschappen. En ja, daarna moeten we even kijken. Het wordt echt lekker weer vandaag. Dus ja, een beetje een kleurtje op doen. Maar morgen wordt het lekkerder weer. Dus ik denk dat ik zoveel mogelijk vandaag doe. En dan een beetje geniet. En echt probeer om morgen helemaal niks te hoeven doen. Goed, even oorbelletjes zoeken. Dan kunnen we zo gaan. Oh, het is zulk lekker weer. En ik loop met een volle fiets. Die te vol is om er überhaupt op te fietsen. En we hebben al het glas en onze zak, we hebben alles bij ons. Dus we lopen heen, brengen al die dingen weg, doen de boodschappen. En dan moet ik wel met de fiets kunnen fietsen weer. Nou, dat minder bijna. Dus, maar het zonnetje is zo lekker. Ik ben echt aan het genieten. Dus we lopen eigenlijk niet zo heel erg. Goedendag. Wil je aan deze kant lopen? Ja hoor. Oh, je moet me niet afstaan de hele tijd. Dat is niet zo handig. We gaan beginnen met al ons glas, hè. Dat is echt heel erg veel. Dus, en dat moeten we allemaal in. Maar het ruikt wel lekker op. Mag ik het voor? Ja, doe maar. Wat betekent het, hè, dat je het er niet voor laat vallen? Laat maar gewoon in elkaar zitten, schat. Dat is beter. Dan ja. Gaat er heel veel glas in. Oh, pas op. Nou, gedaan. Top. En nu de textiel. Dat leg je hem erin. Goed zo. Daar gaat hij. Pa. We zijn weer thuis en ik heb gelijk de boodschappen opgeruimd en ik heb de vriezer opengezet om te ontdooien. Eén laatst staat in de wasbak, dan kan die vast ontdooien en hopen dat het een beetje opschiet. Het is wel vrij warm vandaag, dus dat zou mee moeten helpen. En dan kan ik daarna gewoon weer heel de zomer gebruik maken van een fijn niet ingevroren vriezer. Ingevroren. Dus dat. En we hebben er echt lang over gedaan, over alles. Maar het was echt weer wachten en rijden en ik word er een beetje gek van af en toe, maar goed. Ja, ik ga nog wat in huis doen en dan kan ik zo weer gaan koken. Dat is echt niet leuk. Het zonnetje is een beetje een teleurstelling vandaag, dus ik ga de waterkoker ook maar ontkalken. De vriezer is aan het gooien. En nou, dan zijn die dingen allemaal voorlopig even gedaan. Dus deze ga ik in de ontkalk zetten. Mama. Die had ik gelukkig nog in huis. Dus wat is hem op? Waarom ben je hem helemaal rond? Nou, ik ga er ontkalk in doen. Kijk, dit haalt de kalkaanslag eruit. Dat moeten we dan een uurtje laten staan. Dan zoveel. Ja, dat moet zoveel delen. Zo. En dit gaan we dan een uur laten staan. Dus ik heb op de klok gekeken. Nou, dat is precies mooi. Als we gaan koken, kan ik hem gaan spoelen. Dus perfecte timing. En wat doe jij nou? Jij mag helemaal niet. Oké, iets later dan gepland. Want Sarah is met Mila hiervoor aan het fietsen. En Mila was heel erg gevallen. Dus ik heb net Mila, haar armen en been, die zat helemaal vol schaafplekken. Dus die heb ik helemaal schoongemaakt en ontsmet en alles. Dus nu koken, mijn vriezer schoonmaken, mijn vaatwassen verder schoonmaken. En kijken of dat allemaal tegelijk gedaan ga krijgen. Ja, ik maak hiervan pasta, dus dat is makkelijk. En dat is in ieder geval zo gedaan. We hebben ondertussen gegeten en ik heb heel hard gewerkt en ik ben heel trots.
vriezer, oh, stelt niet scherp, maar is weer helemaal ontdooid. Je kan het ook echt zien, je kan weer in de lades kijken, al gaan ze nu beslaan. En zelfs mijn waterkoker blinkt weer van binnen. Mila was net blijven eten. Als je herrie hoort trouwens, de vaatwas staat aan. En die meiden waren op zolder opzetten, de nieuwe speelplek aan het spelen. En die zijn nu aan het opruimen en ik zou ze opschieten, lopen Sarah en ik nog even mee. Want Sarah moet dadelijk natuurlijk ook naar bed. Maar dan lopen we even gezellig met z'n drieën. Dus dat is wel leuk, het is nog lekker weer. En morgen wordt het zo lekker en ik heb er zo'n zin in, echt. Ik kan niet wachten. Dus ik ga denk vanavond echt zo hard aan de bak dat ik echt morgen gewoon niks ga doen. Morgen gewoon een hele chill dag ga houden. Zo, dit is echt vaag. De vogels gingen helemaal los en ik druk op opnemen en helemaal stil viel het. Maar goed, we hebben Mila naar huis gelopen. Sarah heeft het nog voor elkaar gekregen ook, want die wilde ijs. Maar ik ging de vriezer natuurlijk ontdooien, dus ik had geen ijsje in huis. En die heeft nu bij Mila alsnog een ijsje gekregen. En nu gaan we naar huis en gaat mijn kleine smurf lekker naar de bedje toe. Ja. Ik ben een smurf. Oh, ik dacht jij wordt boos dat je naar bed moet, maar je bent alleen geen smurf. Nou, dan gaat het kleine meisje naar de bedje toe. Ik ben Sarah. En de vlog staat weer te renderen. Charmant ook mezelf zo in slow motion. En ik had het weer zo koud, want echt, het koelt zo af. Dus ik heb even een warme chill outfit aangedaan. Ik heb weer deze trui aan van America Today en deze gebreide flared legging. En ik heb geen idee waar die van is. Maar ik kom ze thuis, dus... Nee, die gaat geen echte filmen kijken, dus ik weet nog niet. Ik denk dat ik gewoon even tv ga kijken of zo. En dat we dan misschien samen nog even wat kijken. Ja, ik denk het wel. Ik heb een keer wat anders gemaakt. Rijstewafels met pindakaas. Nou, weer lekker scherp. Even kijken. Hallo, camera. Oh ja, daar komt ie. Zo grappig, ik heb die waterkoker natuurlijk ontkalkt. Ik ga nu nog een theetje zetten. Net viel het me op. Hij maakte zoveel herrie. En nu is die echt bijna geluidloos. In ieder geval, nou, dat is niet waar. Hij maakt echt veel minder herrie. Maar voor mijn gevoel is die bijna geluidloos. Hij ruist nog wel, maar hij doet het hele harde knetteren gewoon niet meer. Dus schijnbaar kan dat daardoor. Terwijl ik hem niet eens lang geleden ontkalkt heb. Maar, ja, dat was het dus. Ik ga thee zetten en ben nu weer alleen op de bank. Maar ik weet niet, het is nog te vroeg voor mij en ik heb zo laat geleefd. Ik weet niet of jullie me horen trouwens. Maar ik denk als ik nu naar bed ga, dan lig ik echt nog te lang wakker. Ik probeer wel een klein beetje terug te gaan naar het schoolritme. Ja, omdat nou in één keer, dan gaat het er niet worden. Vaatwasser zit klaar, ik denk dat mensen moeten vastmaken. Achterhoog altijd een natte tasje. Kijk, hier gaat mijn waterkoker. Hij klettert niet meer. Echt zo fijn. Het scheelt echt zo verrie. Alsof het er net een oorlog schiet. En nu is het weer tijd om erbij te gaan kruipen in bed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Geef natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Zeker als je deze vlog vaker kijkt en nog niet geabonneerd bent. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!